getatoeëerde lichaam komt bedrogen uit. In zijn nek was nog een ongekleurd stukje vel, maar helaas, dat is ook vanmiddag ingekleurd. Na zijn gebroken neus blijft Ben Sanders voorlopig uit de boksring. In plaats van de bokshandschoen gaat hij nu voor de latexhandschoen van Henk Schiefmacher. Ik wist nog niet wat ik ging verwachten, ik wist niet eens wat ik ging doen. Dus ja, het is goed uitgepakt, toch? Nee, hij had een oog in zijn nek en daar zat een beetje ruimte omheen. En dat wilde hij een stukje mee invullen, maar hij wilde iets van rozen of zoiets. Dus we hebben het hart van die roos een oog gemaakt en een zwarte roos eromheen gezet. Een tatoeage meer of minder, daar doet Ben Sanders niet moeilijk over. De wandelende kleurplaat is de tel inmiddels kwijt. Voor mij was ik 14. Die roos hier zo. Ik was 14 en ja, toen ik 15 was, had ik er al 8 of 9 of zo. Ik was de enige op school. Eén tattoo is speciaal op het lijf van Ben geschreven. Het portret van mijn dochter. Allereerste glimlach. Eens kijken. Is dat je dochter? Ja, ze is behaard, man. Ik moet er smeren. De publiekslieveling werkt zelf in een tattoo shop, maar toch kiest hij voor de naald van goeroe Henk Schiefmacher. Wat je met zo'n figuur doet, is gaten opvullen. Het is, dat zit helemaal vol met allemaal verschillende tatoeages beroep, van overal. Van, ja, gaatjes dus dan moet je zo'n dan vul je ze. Ja, dat is de tandarts. En na een uurtje iedereen kan schilderen, mag Bens liefje het grote oordeel vellen. Maaike, kom even. Je moet zeggen wat je ervan vindt van die tattoo. Kijk dan de vraag. Kom. Ik moet eerst een kusje geven, want ik heb het nog niet gezien. Het is vet mooi. Maar vet mooi, dus vind ik ja. Dat vet zit erop, ja. Nou, ik vind het allemaal nog een beetje een pijnlijke aangelegenheid. Heb je dat tatoeage of niet? Ik heb daar wel een, je hebt daar wel een hoofd voor waar zich ervoor leden. Je plek zat hier. Weet je wat we vroeger deden op de kleuterschool? Met zo'n dingetje dat je moest prikken, hè? Ja. Ezeltje prik. Ja, met zo'n spel, toch? En warm maken met in inkt en dan gewoon die drie puntjes. Ken je die nog? Ja, die ken ik ook nog wel. Maar ik denk dat er veel meer geld verdiend is uiteindelijk aan het weer weghalen van dat hele verhaal. We zagen overigens nog wat reporters van de Voice of Holland in de achtergrond. Dat zijn Bart en Thomas. En die kun je ook volgen op het internet, op de website van de Voice of Holland. Daar maken ze hun eigen verslag van alle deelnemers van de Voice of Holland.